Goedemiddag kijkers, welkom bij deze video. In deze video ga ik even uitleggen hoe je de AI Traffic Mods erin zet. En dat doe je als volgt. En ik zal dan even de ene er toch tussen zetten. Maar die had ik dus geüpdate. Het is wel de bedoeling dat je echt letterlijk, maar dan ook letterlijk elke week, bijna elke dag, op ETS2.lt gaat kijken als je met de traffic mods bezig bent en je gebruikt ze. Want er komt bijna elke week wel een update van uit. En dit is mijn volgende volgorde. Ik heb hier de AI Traffic Pack bij Jessicat 18.8. Dus je kijkt ook heel goed naar de update versies. Dan heb ik hier de Motorcycle Traffic Pack bij Jessicat en het is de Jess. Dus je begint altijd met Yes, dan Base. Dat geldt voor deze ook zo. Dus je hebt de AI Traffic Pack, dat is één file. Die staat op nummer 1. Dan krijg je de Yes, de Base Motor Pack. Dan krijg je de Yes, Base Classic Cars Pack. Dan krijg je de Yes en de Base Spot Cars Pack. Dan krijg je de Bus Traffic Pack bij Jessicat. Dan krijg je de Painted BDF Traffic Pack bij Jessicat. Dan krijg je de Truck Traffic Pack bij Jessicat. En dan krijg je de Painted Truck Traffic Pack bij Jessicat. En dan de gewone. Die wij hierboven hebben staan is van onszelf. Dat is gewoon de trailer die voorbij komt in het verkeer. Met zijn nu en dan is een logotje van ons daarop. Maar dit, zo werkt het dus. Dus AI, Jess, Base, Jess, Base, Jess, Base, Bus, Painted BDF, Truck Traffic Pack en aan de Painted Truck Traffic Pack. Dus zodoende. En je kan ze downloaden op ets2.lt. Daar ga je gewoon kijken. Maar je zet ze wel in de goede volgorde in Eurotruck. Je kan ze er niet zomaar in kwakken en denken van het werkt wel. Dus bij deze. Ik zou de website even in de beschrijving zetten. ets2.lt. Met Traffic Mod en ook met Jessicat, zodat je daarop kan klikken en dan moet het werken.